In december heb ik 2 concerten gehad, omdat ik 12,5 jaar in het artiestenvak zat. En goed, ik heb deze keer in het theater 3 concerten gedaan. Deze keer was het in een grote dansschool, maar wel, het was wel een compleet geheel. Gewoon echt concert die ik gedaan heb. En ik heb op dat moment ook een verzamel-DVD uitgebracht. Gewoon terugkijkend op 12,5 jaar Jan Koevoet. En ook een CD, jubileum-CD, album, waar dus 19 liedjes op staan. En op de DVD staan 20 liedjes. Ik heb zoveel liedjes gemaakt. Ja, eigen teksten, ook zelfs de melodie gemaakt. En op een gegeven moment is het moeilijk om een keuze te maken. En dan denk je van, ja goed, die wil ik ook graag erbij hebben en die ook graag. En ik denk, ze kunnen er gewoon op. Dus waarom zet je er niet op dan? Je persoonlijke favoriet? Van het liedje, ja. Dat, en dat weet jij, dat is bij elke van ons deed ik een wens. Ja, het mooiste lied wat ik ooit geschreven heb. En die komt elk jaar ook weer terug, gewoon in die kerstsfeer. Het is een heel mooi liedje. Ik heb hem zelfs gedaan op de begrafenis van mijn moeder. Ja, het liedje was heel moeilijk, maar ik heb hem toch gedaan. En steeds als ik dat liedje breng. En ik kom heel vaak in verzorgingscentra en dat is juist de plaats waar je ook dit soort liedjes kunt zingen. En de mensen die soms de tranen in de ogen. En ja, het is een heel gevoelig nummer, ook voor mij.